Ja, ik ga nog eventjes een poging maken. Want volgens mij waren we net niet te horen. Als ik te horen ben, zou je dan in de chatbox even een reactie willen plaatsen of rechtsboven in het menu een handje op willen steken. Zodat we weten dat we ook te horen zijn en we echt van start kunnen. Ja, kijk, nu zie ik wat gebeuren. Dat is heel fijn. Ik ga eventjes naar rechts. Ja, ik hoor je, begrijp ik, zie ik als reactie. Zal mijn scherm even goed zijn? Ja, jullie zijn te horen. Komen wat handjes binnen, super. Dat betekent, denk ik, dat het echt tijd is om te gaan beginnen met het webinar van motivatie naar motivatie bij pubers. Dit is een webinar georganiseerd door IVO EdSchool en IVO Wereldschool. En het is dus gericht op het motiveren van je kinderen. En het webinar is met name namelijk bedoeld voor ouders, omdat bij IVO EdSchool en de Wereldschool we te maken hebben met afstandsonderwijs. Bij de Wereldschool gaat het om afstandsonderwijs in het buitenland, dus Nederlandse kinderen die in het buitenland zijn. En bij EdSchool gaat het met name om zorgleerlingen die via EdSchool het onderwijs in Nederland volgen. Nou, doordat een aantal hebben aangegeven dat we te horen waren, is de chatbox al door een aantal ontdekt. Er is een questionbox waar je vragen gedurende het webinar kan achterlaten. Afhankelijk even van wat er binnenkomt aan vragen, maar ongeveer maximaal 3 vragen zullen wij per sheet beantwoorden. En het handje is dan eventueel ook nog te gebruiken. En tussendoor zullen we ook een keer een stelling plaatsen. Die komt dan vanzelf tevoorschijn. En tegen die tijd zullen we ook uitleggen hoe dat precies werkt. Dus we hopen samen iets moois van te maken. Ik heb ons nog niet voorgesteld. Sorry, ik ben Iris. En ik moet eigenlijk andersom beginnen. Dit is Marjolein en ik ben Iris. En we gaan beginnen. Ja, nou, welkom ook namens mij bij dit webinar over van motivatie en motivatie bij pubers. Maar ook hoe ga ik in gesprek met mijn puberende zoon of dochter komt vanavond echt aan bod. En tijdens het voorbereiden van dit webinar kwamen wij het woordje slim tegen. Wat staat voor steunen, leiding geven, inspireren en motiveren? Nou, vooral dat motiveren, daar gaan we vanavond op in. En dat doen we aan de hand van de theorie van Carol Dweck, namelijk de groeimindset en de fixed mindset. Maar eerst een vraag voor jullie. Om je puur even om je bewust te maken van jouw eigen situatie in jouw puberteit en tijdens jouw middelbare schooltijd. En vooral, hoe ging jij zelf nou om met jouw huiswerk? En hoe gingen jouw ouders om met hoe jij je huiswerk aanpakte en hoe jij aan het plannen was met al het werk wat je moest doen voor school? En wellicht dat dat ook een beetje meer begrip oplevert voor hoe jouw zoon of dochter dat nu ook doet. Je kunt je middels de chatbox een korte reactie plaatsen op deze vraag. En we zullen er een paar zo meteen even benoemen. Dat is wel leuk om met elkaar te delen. Als ik nou kijk naar mijn eigen puberteit, dan was er eigenlijk weinig tijd om mijn huiswerk te maken, omdat ik vooral druk was met topsporten. En je energie kun je ook maar één keer verdelen. Dus het huiswerk schoot er bij mij bij in. Ik deed eigenlijk niet echt aan de planning, het was een beetje ad hoc. Vaak leerde ik mijn idioomwoordjes Duits of onder een andere les aardrijkskunde of even in de pauze. Of ik stond er even een uurtje eerder voor op. Dus dat eigenlijk niet echt structuur en ook eigenlijk niet echt controle vanuit mijn ouders in die tijd. Dus zo ging het bij mij. Wellicht deels karakter, maar wellicht ook deels omdat het gewoon te druk was in mijn geval. Bij Iris ging dat vast anders, denk ik. Ja, dat klopt wel een beetje inderdaad. Oké. Ja, ik was wel een leerling die gewoon alles netjes af had en op tijd inleefde, maar dat had er meer ook mee te maken. Ja, dat ik eigenlijk zo snel mogelijk die middelbare tijd school gehad wilde hebben. En ik had zoiets van, dus alles maar snel en goed leren. Dan kan ik ook echt binnen 5 jaar gedag zeggen tegen de school. Dus het was niet zozeer dat ik echt heel erg gemotiveerd was, omdat ik het allemaal zo leuk vond en de les ook echt naar aandacht trokken. Maar met name van, dan hebben we het ook gehad. Dus dat zag ik als een soort beloning dan uiteindelijk. Dan heb ik mijn diploma en kan ik eigenlijk uiteindelijk gaan doen wat ik echt graag wil. Dus eigenlijk zeg je daarmee dat je een groot doel voor ogen had. Ja. En dat is ook een motivatie kan natuurlijk om inderdaad iets dan een te willen motivatie zijn. Ja, bereiken, zeg zeker. maar. Zijn er reacties van Ja, er komt ouders? inderdaad wel wat binnen. Ik zal even iets schuiven, want dan blijf ik ook nog een beetje in beeld. Ik moest het eigenlijk vooral zelf regelen, geef Ja. Lisbeth aan. Oké. Iemand zegt, het maakt natuurlijk op school tijdens de les.
En ik maakte het zelfstandig. Ouders hielpen niet. Ik kan goed plannen, geeft Nomi aan. En organiseren. Dus dat scheelt natuurlijk al een heleboel. Ja. En mijn huiswerk had ik meestal af. En ik zat in een vaste structuur. Dus ik heb hier wel met name het idee wat ik al nog binnen zie komen. Dat dit nog wel aardig ouders zijn die het huiswerk toch wel netjes voor elkaar hadden. Ik vond alleen huiswerk leuk van vakken die me interesseren, geeft Hans aan. En dat is inderdaad ook wel een logisch iets. Dus nou ja, dan gaan we even wat verder. Ja, inderdaad. Dan gaan we verder op in. Een goede basis om tot leren te komen. Want dat is wat we graag willen zien. En we willen hier heel graag mee beginnen. Omdat dit voor ons, we willen aangeven dat dit echt drie belangrijke elementen zijn. Om ervoor te kunnen zorgen dat je kind ook gemotiveerd kan raken voor het huiswerk of het werk dat gemaakt moet worden. Nou, de eerste is competentie. En bij competentie heeft een kind echt het gevoel van yes, ik kan het. Je gelooft in jezelf, je gelooft in je eigen ontwikkeling en je hebt ook plezier in datgene wat je doet. En je hebt ook het idee dat wat je laat zien van wat je kan, dat dat ook wordt gewaardeerd. Je hebt reële verwachtingen van jezelf en die worden ook van buitenaf dan gegeven. En je ziet dan ook echt dat je in je eigen ontwikkeling aan het groeien bent. Daarnaast hebben we autonomie. En met autonomie heeft een kind echt het gevoel dat hij zelf ook mag meebeslissen over bijvoorbeeld wanneer hij wat gaat leren. Dus het idee hebben van ik kan het ook zelf. Maar bij die autonomie, die willen we heel graag stimuleren bij pubers. Want dat vinden ze juist zo belangrijk, dat zij mee mogen denken over wanneer ze wat gaan doen en waar ze mee aan de slag gaan. Het is wel belangrijk dat de ouder nog een soort van kaders creëert en grenzen aangeeft. Dus het is altijd nog wel met de hulp van. En die hulp, daar zijn ze zichzelf ook wel bewust van dat ze die nodig hebben. Een derde punt is relatie. In je puberteit, misschien kan je het van jezelf ook nog wel herinneren, vind je het heel belangrijk wat vinden anderen van mij, van wat ik doe. En vooral in je puberteit vind je dat belangrijk dat leeftijdsgenootjes van jou vinden. Maar ook wel van je ouders en andere mensen die dichtbij je staan. Je wil dus het gevoel hebben dat anderen je waarderen. En dat anderen ook dan met je om willen gaan. Dus ik hoor erbij. Dat idee, dat gevoel willen ze hebben. Dit zijn drie belangrijke aspecten. En deze drie aspecten zijn eigenlijk alle drie echt nodig. Want het stimuleert de intrinsieke motivatie. En daar ga ik zo meteen nog op in. Dus als alle drie van deze aspecten samen goed tot hun recht komen. En dan zorgt dat voor die motivatie en dan zorgt dat ook voor inzet en zin in leren. Maar ja, wat nou als die motivatie ontbreekt? Die demotivatie is aanwezig. Een van de oorzaken dat er demotivatie is, begint dus alweer even terugkijkend naar die drie basisbehoeften. Als één of meerdere daarvan al ontbreken, draagt dat bij aan het uiteindelijk kunnen hebben van demotivatie. Als jij het gevoel hebt dat je iets niet kan, dat het je nooit lukt, dat anderen geen vertrouwen in je hebben, dan zal dat zeker niet bijdragen aan motivatie. Die demotivatie willen we graag wegzien, dus die drie aspecten. Dan hebben we een andere vorm van motivatie, dat is extrinsieke motivatie. Extrinsieke motivatie is eigenlijk dat je motivatie hebt, omdat anderen het van je verwachten, omdat er een beloning op je staat te wachten als je dat gedaan hebt. Misschien voel je druk. Je kan het bij jezelf misschien ook wel. Ziet het bij jezelf misschien ook wel. Bijvoorbeeld op het werk. Je manager of je baas die verwacht iets van jou. En ook al zie je het dan niet per se zitten. Je doet het toch. En dan bij een beloning. Als je kijkt naar een beloning. Veelal horen we inderdaad ook geld wordt gezien als een hele mooie beloning. Dat is dan zorg je voor extrinsieke motivatie. Want je zoon of dochter is dan echt gefocust op het krijgen van dat geld. En niet zozeer op wat ga ik leren. Die nieuwsgierigheid wordt dan niet aangebakkerd. Maar echt die beloning, dat is de focus. We willen heel graag naar die intrinsieke motivatie. Hoe kan je die intrinsieke motivatie nou creëren? Want bij intrinsieke motivatie gaat het om motivatie die uit jezelf komt. Allereerst door samen het erover te hebben van wat is nou de functie? Waarom ben ik dit bijvoorbeeld nu aan het leren? Waarom ga ik hiermee aan de slag?
Als je daar al met elkaar over praat, wordt het al meer duidelijk. Uitdaging is ook heel belangrijk. Want bij uitdaging gaat het erom dat je precies op het niveau zit wat je zoon of dochter al kan. Maar dan net een stapje hoger wordt uitgedaagd om nieuwe dingen te leren. Als lesstof dus te makkelijk is, word je niet uitgedaagd. En zal er ook geen motivatie ontstaan. Evenals dat wanneer lesstof te moeilijk is. Dan zal je zoon bijvoorbeeld elke keer het gevoel hebben, het lukt toch niet. En dat zal dus ook zeker niet bijdragen om gemotiveerd te raken. Vooral ook hebben gelezen is dat juist als je aandacht besteedt aan die leerdoelen, wat wil je graag bereiken, dat als die focus daarop ligt, ook bij je zoon of dochter, en dat hij of zij zich daar bewust van is, van hey, als ik dit en dit allemaal doe, dan kan ik dit gaan bereiken. En dat die leerlingen ook echt wel betere resultaten laten zien. Mindset als laatste puntje, daar gaan we zo meteen op in. Want hoe kan je mindset nou een bijdrage leveren aan de intrinsieke motivatie? Maar voordat wij iets gaan toelichten over die mindset, ga ik even een stelling openzetten. En die komt nu al tevoorschijn, maar ik ga hem ook eventjes in het systeem klaarzetten. Even kijken, als het goed is. Beloning hoort bij een growth mindset of... ik heb de verkeerde vraag bedenk ik maar nu. Dit is niet excuses. Ik moet even een andere vraag overzetten. Dat is deze. Ik sta open voor nieuwe uitdagingen en zet door als het niet lukt. Misschien kan u voor uzelf aangeven of dat voor u altijd geldt, soms of nooit. De vraag blijft eventjes openstaan totdat we van iedereen een reactie hebben. En ondertussen, Marjolein, ga ik jou even vragen. Tuurlijk. Sta jij open voor nieuwe uitdagingen en zet je door als het niet lukt? Ik sta zeker open voor nieuwe uitdagingen. Afhankelijk wat het onderwerp is. Als het gaat om sporten, dan wil ik wel graag beginnen met naar de sportschool gaan. Om mijn conditie te verbeteren. Maar ik merk daarbij ook al snel dat ik, als ik het saai vind worden, wat ik vind van de sportschool, dat ik dan niet zo snel doorzet om... verder te gaan daar. En dat ik dan eerder donateur word van zo'n sportschool. Want dat ik daadwerkelijk gebruik van maak. Ja. Op een goede manier. Maar als er dan weer een sport is waar spelelement aan wordt toegevoegd. Dan lukt het me wel om door te zetten. En in een wedstrijd. Dan wil ik ook echt wel winnen. Ook als het moeilijk wordt. Ja. Dus het verschilt. En bij het organiseren van een webinar als dit. En het tegenkomen van obstakels. Bij het vinden van de juiste informatie. Of wat dan ook. Ja, dan probeer ik altijd wel te kijken naar hoe kan ik het anders oplossen. Maar ook hoe kan ik het een andere keer verbeteren of op een andere manier doen. Dus ja. Dan ga ik wel beter om met tegenslagen. Ja, precies. Ja. Ja. En bij jou? Ik speel bijvoorbeeld saxofoon. En onlangs heb ik een examen gedaan voor de saxofoon. En daar ben ik dan wel ook inderdaad heel gemotiveerd toe. Omdat ik het ook echt gewoon leuk vind. En maakt ik wil dat uit. Doel dan graag inderdaad gaan bereiken. Dus het was een enorme uitdaging voor mij. Maar ja, ook bij tegenslagen dan. Als het nog steeds niet lukt om een bepaalde technisch stukje goed te maken. Ja, zet ik wel door. Maar voor mij is het ook wel inderdaad afhankelijk van waar gaat het precies om. Ja. Wat de situatie is. Ik denk dat dat voor kinderen ook zo is. Je bent gemotiveerd als je het leuk vindt. Ja. En wanneer iets niet leuk is, dan moet je vaak zoeken naar hoe maak je het leuk. Ja, inderdaad. Ja. Nou, als we kijken naar de reacties, dan zien we dat 63% ook aangeeft dat ze soms inderdaad voor nieuwe uitdagingen openstaan. En zelfs ook wel een heel aantal in de, even kijken hoor, 38% die geeft aan dat ze altijd openstaan voor nieuwe uitdagingen. Dus dat is positief om te horen. Nou, voordat Marjolein gaat beginnen, ga ik even kijken of er al vragen waren. Binnengekomen. Wat doe je als een jongere voorhoudt niet geholpen te hoeven worden? Dat is van Angela. Dus als een jongen vanuit zichzelf alsmaar het idee heeft, heb die hulp juist niet nodig. Waarschijnlijk komen we daar nog op terug met hoe geef je feedback en hoe ga je een gesprek aan met een kind. En hoe, wat we vooral gaan benadrukken is dat je vanuit de ik persoon, dus jij als ouder vanuit de ik-persoon in gesprek gaat met een kind en niet probeert een discussie op gang te helpen, want daarmee krijg je vaak meer hakken in het zand. Dat komt later aan bod. Ja, het is natuurlijk afhankelijk van hoe het ook gaat, hè, het proces. Gaat het ook goed
Of wil het kind gewoon echt geen controle? Het lijkt een kind wat heel erg zit op autonomie. En ik kan het zelf wel. Als dat daadwerkelijk zo is, dat vinden we hier niet uit, zie je. Of het is een kind wat liever van een derde persoon, van een andere persoon, de hulp wel wil accepteren. Dat komt natuurlijk ook voor. Dat je eerder misschien geneigd bent om een docent of van school te vragen om hulp. Ja, dat is denk ik een hele specifieke situatie. Ja. En moeilijk om zo in te schatten hoe het precies in elkaar zit. Maar ik denk inderdaad dat het ook goed is in het gesprek te gaan en dan te vragen hoe hij het dan zelf ziet. Dus hij heeft je hulp niet nodig. Maar ziet hij zelf dan als mogelijkheden? En op welke manier kan hij er wel bijvoorbeeld mee aan de slag? Dus dat gesprek is denk ik inderdaad goed. Volgens mij is de rest nog van de huiswerkopdracht hoe dat zelf werd aangepakt. Goed. Nou, dan ga ik een start maken met de uitleg van de groeimindset en de fixed mindset van Carol Dweck. Zij heeft jarenlang onderzocht of intelligentie bepalend is voor de kans van slagen in je leven of dat intelligentie wellicht te ontwikkelen is. Nou, we doen het even aan de hand van een voorbeeld met Jochem en Tim. Jochem is een jongen die begint enthousiast aan een opdracht. Ze krijgen allebei dezelfde opdracht, namelijk maken ze een presentatie over Nederlandse dichtkunst. Nou, allebei beginnen ze enthousiast. Jochem heeft een reputatie hoog te houden, is een jongen die uitgaat van het resultaat, is ook een jongen die uitgaat van zijn intelligentie en ondervindt op een gegeven moment dat de opdracht toch wellicht een beetje moeilijk is en heeft de neiging om de opdracht dan ook saai te noemen. Wat dan eigenlijk eerder een afleiding kan zijn van hetgeen wat het werkelijk is, namelijk hij vindt het moeilijk. En als hij een tegenslag tegenkomt, dan vindt hij het maar moeilijk om op een andere manier te gaan denken of om hulp te vragen, omdat hij zo graag wil laten zien wat hij allemaal kan. Wellicht krijgt Jochem vanuit huis heel vaak complimenten op resultaten. Hè? Als van, nou goed gedaan, dat ging lekker. En nou wat fijn dat je een 8 hebt gehaald. En een compliment op resultaat zegt niks over de taak of hoe Jochem de opdracht heeft aangepakt. Dit noem je dus een fixed mindset. Complimenten zoals goed gedaan geven geen informatie over de taak die Jochem heeft gedaan om het de volgende keer wellicht op een andere manier aan te pakken. En hij krijgt ook niet de kans en ruimte om op zichzelf te reflecteren. Van hoe heb je dit nu gedaan? En hoe heb je die uitdaging aangegaan? Nou, Tina is een meisje, zelfde opdracht, presentatie over Nederlandse dichtkunst. Begint ook heel enthousiast, houdt van een uitdaging en houdt juist van leren en ontwikkelen. En die gaat ervan uit dat intelligentie kan groeien. Tegenslagen die ze tegenkomt, die bieden voor haar juist een moment van reflectie over hoe ze het anders kan aanpakken. Nou, wellicht dat Tina vanuit huis en omgeving meer feedback krijgt op het proces en op hoe ze dingen heeft aangepakt, dan wel op het resultaat, een compliment ontvangt. En als ze die feedback krijgt op dat proces, wordt zij tot denken gezet hoe ze het de volgende keer anders kan pakken. Dit noem je dus een groeimindset. En bij een fixed mindset zie je heel snel dat er een beloning in het verschiet ligt, waardoor een kind echt kan denken van, nou, daar ga ik voor, die beloning. Wat dan gebeurt, is dat een kind niet vanuit zijn eigen nieuwsgierigheid denkt van, nou, ik wil verder dan die beloning, dus die houdt zich aan die opdracht. Want stel je nou toch eens voor dat als de opdracht niet lukt, dat je die beloning niet meer krijgt. Dat is bij een fixed mindset het geval. Iris zet nog even voor jullie op een rij, even helder, wat de verschillen zijn tussen de fixed en de groeimindset. Ja, want we willen natuurlijk heel graag toewerken naar die groeimindset. De verschillen, wat zie je dus bij een fixed mindset? Als we kijken naar Jochem. Jochem is eigenlijk als hij een opdracht krijgt gelijk gefocust op het resultaat. En we zien vaak dat prestatiegericht is, dus dat het gaat om een hoog cijfer halen. Hij streeft er dus ook naar om snel tot dat resultaat te komen. Dus hij wil niet te veel moeite doen, hij moet snel successen ervaren. En als je kijkt naar zijn omgeving, dan gaat hij in het geval van de klasgenoten op zoek naar minder vaardige tegenstanders. Dat wil zeggen dat hij het idee heeft van degene met wie hij omgaat, dat hij beter gaat scoren, ten opzichte van de rest. Jochem die ontwijkt uitdagingen.
ja, dat zit hem in de weg. Daar is hij eigenlijk waarschijnlijk ook onzeker over. Maar hij wil ook niet te veel inzet tonen. En bij moeilijkheden, bij wijze van gooit hij zijn boeken op tafel en gooit hij zijn woest aan de kant. Want ja, die wil hij zo snel mogelijk uit de weg werken. En hij zal dus ook niet met anderen omgaan die naar zijn gevoel beter zullen presteren dan. En wat zie je dan dus bij die moeilijkheden? Hij wordt onhumeurig, kan ook een vorm van dus onzekerheid zijn. Weglopen en wat Marjolein net ook al benoemde, opmerken als ik vind het saai, daar zit vaak wel meer achter dan het daadwerkelijk saai vinden. En bij de groeimindset, dan zien we echt bij Tina dat ze gefocust is op het leerproces. Dus welke stappen moet ik allemaal ondernemen om tot een mooi resultaat te komen? Uitdagingen die pakt zij vol enthousiasme aan. En tijdens dat proces dat ze bezig is met zijn opdracht, wil ze ook graag van anderen leren. Dus als ze tegen een probleem aanloopt, dan gaat ze die niet uit de weg, maar gaat ze bijvoorbeeld hulp vragen bij anderen. En datgene wat zij al kan, zal zij dus ook vermijden, want dat biedt haar niet die uitdaging die ze nodig heeft en waar ze altijd naar op zoek is. Als zij moeilijkheden ervaart, wat ik net al zei, zoekt ze dus hulp van anderen. Ze denkt probleem oplossen, dus ze probeert een andere manier te vinden om tot het antwoord te komen, strategie veranderen. En je ziet ook vaak dat de creativiteit gebruikt wordt om weer verder te kunnen. Hoe kun je als ouder bijdragen aan die groeimindset? Ga ik ook weer even doen door de fixed mindset en de groeimindset met elkaar te vergelijken. Marjolein heeft net al wat voorbeeldjes gegeven van opmerkingen die Jochem veel te horen krijgt van zijn ouders en misschien ook zijn leerkrachten. Dat hij bijvoorbeeld slim is. Of dat hij het goed gedaan heeft. Dat hij knap is. Maar dat zijn eigenlijk woorden die zeggen niets. Wat is slim? Wat is knap? Dat geeft verder geen informatie. Maar toch is Jochem wel afhankelijk van die woorden. Voor hem zijn dat wel woorden waarvan hij het gevoel heeft, yes, ik kan het. En anderen vinden ook dat ik het kan. Dus eigenlijk is dat voor hem een soort beloning, want hij is daar afhankelijk van. Wat je dan ook merkt bij ouders, dat ze het gevoel hebben dat dat heel erg voor Jochem zijn ontwikkeling nodig is. En dan wordt er vaak overdreven enthousiast gereageerd als Jochem weer met een werkstuk thuiskomt en zegt dat hij wat voor cijfer hij behaald heeft. Alleen overdreven gereageerd met eigenlijk complimentjes die heus goed zijn. Het is niet dat complimenten geven niet goed is. Maar complimentjes uiteindelijk geven geen informatie over wat misschien nog de volgende keer beter kan. En Jochem is dus eigenlijk vaak extrinsieke motivatie. Want hij zoekt die beloning op en hij is afhankelijk van anderen om te weten of hij iets goed gedaan heeft. Nou, als we kijken naar die groeimindset, wat kan je als ouder doen om die groeimindset te creëren? Allereerst om ook bij jezelf eens bewust te worden van, heb ik zelf eigenlijk die groeimindset? Zie ik uitdagingen als mooie kansen? Maar als ouder naar je kind toe, geef feedback. En feedback wil zeggen dat je eigenlijk een soort van compliment geeft. Maar daarbij een aanwijzing over het leerproces, hoe dat dan misschien de volgende keer nog beter kan. Of al vragend, dus door interesse te tonen van, hoe heb jij dat nou eigenlijk aangepakt? Daarmee toon je interesse, maar laat je ook als ouder zien dat jij ook nog lerende bent. En dat je ook graag van je kind leert. Dus je beschrijft in die feedback het proces eigenlijk, van hoe heb je dat aangepakt? Wat een opmerking dus bijvoorbeeld kan zijn is, wat knap dat je bij dat probleem op zoek bent gegaan naar een oplossing en daarmee ook echt hebt doorgezet. Dat je dat doorzettingsvermogen hebt getoond. Want dat is waar die ouders heel veel waarde aan hechten, aan de inzet en aan het doorzettingsvermogen. Nou, wat je dan bij Tina ziet is dat zij veel vaker intrinsiek gemotiveerd is, want zij ziet dat het echt bijdraagt aan haar eigen ontwikkeling. Als voorbeeldje wil ik nog geven een applaus. Stel, je geeft een optreden en aan het eind van het optreden, concerten, theater, krijgt de artiest een groot applaus. En dat is heel fijn, want dan word je blij van, dan heb je het idee dat je het goed hebt gedaan. Dus dat is eigenlijk een hele mooie vorm van een compliment krijgen. Alleen, verder zegt dat applaus niet zo heel veel. Wat ging er goed? Waar had je misschien nog verbeterpunten en kan je voor een volgende keer aanwerken? En dat is net dat stapje naar feedback.
En dat zegt uiteindelijk nog iets meer, waardoor je bij de volgende voorstelling daar waarschijnlijk aan gewerkt hebt. En dan nog weer ja, stapjes vooruit hebt gemaakt en ook zelf ziet dat je je hebt ontwikkeld. Een stelling die ik net per ongeluk al liet zien, maar die ga ik nu weer even openzetten. Beloning hoort bij een groeimindset. Ik heb het daar net Marjolein ook hebben we het over gehad. Dus bij deze stelling kunnen jullie aangeven of jullie het daarmee eens zijn of oneens. Er staat growth mindset in het Engels, maar nou, groeimindset komt overheen. Dus klopt het inderdaad dat beloning bij een groeimindset hoort? Je kunt het antwoord invullen. En Marjolein, misschien wil jij er ondertussen wat over toelichten. Ja, wat ik wil toelichten is dat je nu vaak in dit webinar hoort van ja, complimenten geven op resultaat. Is dat ook nou wel? Tuurlijk, het ligt wat genuanceerder. Complimenten geven is natuurlijk oké. Okay, want je zegt als ouder natuurlijk best wel snel, goh, wat goed van je, wat knap gedaan. We willen ook helemaal hier niet suggereren dat dat niet, alleen, niet goed is. Ik bedoel, kinderen vinden het ook fijn om te horen. Het kan wel zo zijn dat kinderen heel erg afhankelijk van worden en wellicht zelfs een beetje onzeker van hé, nu hoor ik niet meer of ik iets goed heb gedaan of dat ik goed heb gepresteerd of een 8 heb gehaald voor iets. En dat kan, nou ja, daar zit dan echt wel weer die fixed mindset in. Ik ben benieuwd of er al antwoorden zijn. Ja, dat is helaas niet mogelijk. En dat komt doordat ik net een foutje heb gemaakt, want ik had hem net al uitgerold. Waardoor hij nu niet ingevuld kan worden. Dus mensen plaatsen inderdaad ook al die opmerking. Sorry daarvoor. Dus we kunnen helaas jullie niet het antwoord laten geven. En we kunnen niet zien of onze theorie een beetje overgekomen is. Maar misschien wil je het antwoord geven. Ja, goed. Ik denk dat we duidelijk zijn geweest. Een beloning hoort bij een fixed mindset. Het sluit de weg af naar intrinsieke motivatie eigenlijk. En een kind zal niet meer vanuit eigen nieuwsgierigheid iets willen doen. Wat hoort dan wel bij die groeimindset? Nou, dat hebben we eigenlijk ook meerdere keren nu wel benoemd. Namelijk feedback. En hoe doe je dat nou op een goede manier? Daar gaan we het dan nu even over hebben. Welk feedback belemmert nu de groeimindset? Nou, de beste feedback is feedback waaruit informatie gehaald kan worden om een volgende keer de aanpak te veranderen of te verbeteren. Dat heeft Iris net zojuist ook verwoord. Wat belemmert het nu? Nou, dat is een slecht antwoord. Dat is gewoon meteen afgebakend en klaar. Jochem kan hier niks mee, want hij weet niet wat er fout is aan het antwoord. En hij heeft geen idee hoe hij dat dan een andere keer anders kan doen. Nou, Jochem, je bent geweldig, is natuurlijk zo'n soort compliment als we al eerder hebben benoemd. Het zegt iets over het resultaat van Jochem en het zegt niet per se iets over hey, hoe kan ik er nou voor zorgen dat ik het op een andere manier kan aanpakken of nog beter kan doen, wat dan ook. En ook, jij haalt alleen maar altijd goede cijfers, ik had meer van je verwacht. Nou, dat is best een negatieve benadering. En feedback bestaat eigenlijk voornamelijk uit een forward eigenlijk, positief, naar de toekomst gericht. Dat blijkt hier niet uit. Hoe kan het dan wel? Hoe stimuleer je nu wel die groeimindset? Nou, door een kind in eerste instantie mee te nemen in het leerproces, hè, en de autonomie hebben we het al eerder over gehad, is daarbij heel erg belangrijk. En je kan een kind helpen door te zeggen, nou, je zou eerst de moeilijke taak kunnen doen om te kijken hoe goed je dat al aanpakt. Of als Tina een opdracht heeft volbracht en er blijkt uit dat ze iets niet goed heeft opgepakt, kun je helpen en interesse tonen door aan te geven. Probeer de volgende keer eens om eerst te kijken naar de spellingregel die je moet toepassen en probeer dan de opdracht nog eens te doen als het gaat om lessen Nederlands bijvoorbeeld. En je kunt ook aan Tina vragen van, goh, je hebt deze opdracht nu af. Heb je jezelf, denk je, echt uitgedaagd en vertel daar eens iets over. Dit is feedback waar Tina iets mee kan. Het zet haar tot denken en het zet haar tot vooral zelfreflectie. En door ook in gesprek te gaan met jouw zoon of dochter op het gebied van leren, zorg je ervoor dat de commitment van haar waarschijnlijk groter wordt bij het maken, in dit geval, van de wereldschoollessen. Een kind het geheel zelfstandig aan zijn lot overlaten tijdens de wereldschoollessen, doet haar misschien tekort op hem. Dat is ook zeker bij pubers, die hebben echt structuur nodig, ook van de ouder uit,
Plannen lukt wel, alleen de controle op het plannen is iets wat ze nog moeten leren. Oké, okay, mag ik even tussendoor gaan bijlijden? Nee, een vraagje. Ja. De vraag is, hoe krijg je je zoon's dochter ook zover dat ze feedback te harte neemt? Ja, wat daarbij belangrijk is, is dat je als ouder vanuit de ik-positie uitleg geeft. Hè? Als je gaat argumenteren waarom je iets vindt, dan nodigt dat uit vaak tot discussie. Terwijl als je uitleg geeft waarom je iets belangrijk vindt, en de reden daarvan van vertelt, nou, ik vind het voor jou zo, ik vind het fijn als je de Nederlandse lessen gaat doen, want nou, je hebt er vast een reden voor als ouder. Dat is wel belangrijk om je te realiseren, dat het voor een kind soms niet helder is wat de reden nou is van de lessen Nederlands. Want stel je woont in Amerika, waarom zou een kind nou die lessen Nederlands gaan doen? Nou, waarschijnlijk is de reden, we gaan over 2 jaar terug naar Nederland. Dus ik wil dat je je Nederlands goed op peil houdt. En ik vind het fijn als je dus vanaf nu je lessen Nederlands weer goed oppakt en even gaat kijken hoe je dat gaat aanpakken. Maar betrek wel een kind weer erbij mee, van hoe kan je dit nu aanpakken en hoe leer je dat nu te plannen? Ja, dit was een vraag van Ellen, dus ik hoop dat Ellen een antwoord heeft gekregen. Ja, oké. Goed. Zijn er vragen? Ja, ik zal verder even kijken. Oh, daar komt inderdaad nog iets binnen. Dan ga ik even eentje terug. Ik weet dat ik elke keer ook doe. Als je feedback geeft, is het dan niet ook de bedoeling om positieve feedback erbij te geven? Een tip en een top, zeg maar. Nou, lijkt me heel belangrijk, inderdaad, die positieve feedback. Want juist door positieve feedback gaat een kind ook echt er daadwerkelijk mee aan de slag. Dus die elementen moet je zeker inderdaad ook benoemen. En dan ook benoemen van waar kan dan het leerproces misschien nog verbeterd worden. Nou, feedback, ja zeker die positieve feedback. Ja. Niet vanuit het negatieve. Nee, terwijl je ook soms best wel kritisch mag zijn, denk ik. Maar doe het dan in de trant van, goh, ik zie dat je geconcentreerd hebt gewerkt. En daarom is het jou gelukt dit keer om al je lessen Nederlands op de zaterdag, zeg maar, wat af te krijgen. Als dat zo'n klein doelstelling was. Zullen we eens even samen kijken hoe je het gemaakt hebt. En dan kom je wel tot het resultaat van het gemaakte. Ik denk dat het op die manier altijd wel... Ja, en ik zie ook dat de vraag komt van... Ja, ik weet niet of ik de naam goed uitspreek, maar van Jolene. Een tip en een top, zeg maar, geven. En dat inderdaad, dat zijn hele mooie manieren om feedback te geven, tips en tops. Dus klopt zeker, ja. Oké, dat was hem voor nu met vragen. Ja, prima. Goed. Nou, we hadden aan het begin van het webinar het woordje slim als een soort van geheugensteuntje van hey, met het woordje slim in mijn achterhoofd mijn kind benaderen en daarmee in gesprek gaan en in gesprek blijven ook tussentijds natuurlijk. Kom je misschien wel tot een hele mooie manier om samen de relatie een beetje goed te houden en strijd te voorkomen vooral. En wellicht ook de commitment van het kind te vergroten. Nou, we hebben het ook gehad over autonomie. Competentie en relatie. Bij slim heb je de woorden S en L en I en M. En de S staat voor steun. Wat hoort daar nou bij? Nou, je biedt een luisterend oor. Zeker als een kind zelf komt met een probleem. Luister, probeer ook niet meteen te reageren met maar of neem het even ter harte. En probeer te prikkelen tot een eigen oplossing en tot het kind mee te laten denken. Door vragen te stellen als, welke hulp heb je nu van mij nodig? Wat kan ik doen om je te helpen? Wat spreken we af als het even niet lukt? Daarmee bied je weer die autonomie aan het kind. En het kind wordt zelf tot denken gezet in oplossing. Zeker een puber zal zich daar nog echt in moeten ontwikkelen. Dat zit er niet allemaal als vanzelf. Door te steunen op die manier hou je de relatie ook positief. Nou, de L staat voor leiding geven. Het gaat echt nog niet helemaal vrijblijvend voor een kind en voor een puber. Hè. Soms denken we kunnen ze loslaten. Maar zeker puberende kinderen hebben die leiding nog nodig. Vooral die structuur. En het is al eerder genoemd, het plannen lukt wel. Alleen de controle op het plannen en op het maken van het huiswerk, dat is er echt nog niet. Dat moeten ze echt nog leren in die leeftijd tussen 12 en 19, zeg maar. Autonomie is hierbij weer belangrijk. Maak afspraken, maar probeer met het kind zelf in gesprek te gaan van goh, wat nu als het even niet lukt om je aan de afspraken te houden.
wat kunnen dan consequenties zijn? En, maar ook, wat heb je binnen die structuur van mij nodig? Hè? Moet ik een goede werkplek voor je regelen om de lessen Nederlands te doen? Wil je graag even een kopje thee met een koekje in de middag tijdens je huiswerk? Welke afspraken kunnen we maken? Vind je het fijn als we een overhooruurtje inlassen? Of dat ik even samen met je het werk na ga kijken voordat je het gaat inleveren bij de docent? Dat is ook leiding geven. Tips geven binnen die structuur. Daar staat de S en de L voor. Vraagje tussendoor. Ja. want jij noemt dat plannen. Ja. En er komt een vraag van Marielle. Ja. Hoe krijgt een puber goed beeld van wat nodig is voor planning? Van bijvoorbeeld een werkstuk, boekverslagen en dergelijke. Want er is vaak geen inzicht in hoeveel tijd voor nodig is. Nee, dat is ook lastig. Want dat is natuurlijk per kind verschillend. Ja. Het ene kind werkt nu eenmaal sneller dan het andere kind. En wellicht moet je het ook niet op tijd plannen, maar moet je de grote taak verdelen in subtaken. Hè, ga dan eerst, wat was het, een spreekbeurt? Of een ja, werkstuk en boekslag. Ja, nou ja, goed, deel het dan in als taak van nou, welk onderwerp. Hè? Een brainstorm sessie kun je het natuurlijk noemen. Misschien vindt het kind het prettig om dat samen met jou als ouder te doen. En de volgende stap zou dan zijn, nou, ga dan eens op zoek naar informatie. Per kind verschillend of het daar ook nog hulp bij nodig heeft. Een paar tips. Probeer er niet een tijd aan te binden, maar probeer dan de grote taak in subtaken op te delen. Ja. En dan wel misschien een vaste tijd van we gaan nu op een uur daarmee aan de slag. Nou, in die zin wel tijd. Ja. En wat er dan in dat uur is gelukt, dat is dan even afhankelijk. Ja. Zeg maar. Ja. Oké, even kijken hoor. Ik zie nog een vraag van Fenneke. Fenneke vraagt, hoe kan je een beloning in vooruitzicht stellen voor als kinderen hun Nederlandse lessen afgerond hebben zonder de fixed mindset te stimuleren? Mooie vraag, moet ik zeggen. Ik heb meteen na te denken inderdaad. Hoe je de beloning dan kunt stellen. Ja, ik ben altijd voorstander van als je dan een beloning wil doen, om dan een activiteit te ondernemen met het kind in plaats van materie. He, dus van nou, we gaan een maand aan de slag en als het je lukt om je aan de afspraken te houden, die je samen met je kind hebt opgesteld, he, dat dan nu wel. En dan verdien je het wel om even lekker uit eten te gaan of wat weet ik veel, samen een gezellige activiteit te ondernemen. En ook naar wat het kind dan leuk vindt. Ik denk ook uiteindelijk dat kinderen, net zo goed pubers, jonge kinderen, dat veel meer waarderen dan een beloning als geld. Het lijkt altijd inderdaad dat geld het beste werkt. Of iets lekkers bijvoorbeeld. Of een uur op de computer. En tuurlijk vinden ze dat dan ook interessant en leuk. Maar die tijd samen, quality time, om een relatie inderdaad, samen met elkaar. Die waarderen ze uiteindelijk ook echt enorm. En nog eventjes aanvullend daarop inderdaad die beloning. Die kan dan komen nadat je ook met elkaar in bent gegaan op feedback. Hè? Dus hoe is het nu gegaan? Hoe heb je het aangepakt? Hé, dat is allemaal goed verlopen. De volgende keer werken we hier aan. Dan gaan we nu gezellig samen uit eten. Slim. Slim gaat nog wat verder met de I en de M. De I staat voor inspireren. Als ouder heb je een heel mooi voorbeeld in je voorbeeldfunctie. Ik zei al van met die groeimindset, probeer bij jezelf als ouder ook eens na te denken in hoeverre je zelf een groeimindset hebt. Maar ook in het inspireren naar je zoon of dochter toe over datgene wat hij aan het leren is. Maar zo ook dat ze nieuwe ervaringen krijgen. Dus bij wijze van als je op pad bent, hè, je loopt in het park, je hebt een gezellig dagje uit. Dat kan je ook linken aan datgene wat ze hebben geleerd. Natuurlijk niet van tevoren zeggen van vandaag gaan we dit doen, want dit heb je onlangs met de biologielessen geleerd. Dat werkt dan vaak weer averechts. Maar aldoende, tijdens bepaalde momenten dat het toevallig ook van toepassing is of ter sprake komt, dan zijn dat hele mooie momenten om zoon of dochter te inspireren. Goede gesprekken te hebben. En dat draagt ook bij aan die relatie. Nou, en motiveren waar we natuurlijk, dit hebben we er zo op gefocust zijn. Nou, we hebben het al heel vaak genoemd. Die feedback is heel erg belangrijk. Die drie basisaspecten van relatie, autonomie en competentie. En door die feedback krijgt een kind ook echt het gevoel, ik kan het. Maar ook van dit kan ik dus nog leren en dan kan ik het de volgende keer misschien.
Dus ja. Ik wil daar nog wel op inhaken. Carol Dweck heeft het heel vaak over de kracht van het woordje nog. Klopt. Zeker bij het stukje motivatie. En als je ziet dat jouw kind wat een fixed mindset heeft van ik kan het toch niet en het lukt mij toch niet en die is beter. Als je het woordje nog daartussen plaatst van nee, je kan het nog niet. Dan geeft dat vaak al wat meer lucht. En als het gaat om voorbeeldgedrag van de ouder, is het misschien ook wel eens nuttig om als ouder gewoon letterlijk een voorbeeld te geven waarbij iets fout ging in werksferen, zeg maar zo. Een opdracht die je voor je werk hebt moeten uitvoeren. En als je dat verwoordt naar je kind van nou, dat ging fout, om die en die reden. En een keer daarop heb ik het op een andere manier aangepakt. Ook daarin ben je voorbeeld. Dus gewoon ook echt gewoon expliciet benoemen waarbij het bij jou tegenslagen zijn geweest, zeg maar. Ja, toon interesse, maar ja. Laat ook zien inderdaad dat je je kind begrijpt door ook aan te geven dat jij ook nog lerende bent en dat er ook nog wel eens dingetjes van zijn. Precies. Ja. En een onzeker kind heeft denk ik heel veel baat bij het woordje nog. Ja, heel mooi. Ja. Ik zie nog dat er een vraag binnenkomt van Angela. Wat doe je als een kind vaak zegt dat het zich niet kan concentreren? Nou, ik denk dat je, wat sowieso belangrijk is als het gaat om motivatie bij een kind en dat soort dingen, is dat je altijd eerst gaat onderzoeken waarom is een kind niet gemotiveerd. En in dit geval, waarom kan een kind zich dus niet concentreren? Wederom kun je in gesprek gaan. Is de werkplek niet prikkelarm genoeg voor het kind? Of is het tijdstip waarop het kind het huiswerk voor de Nederlandse school maakt, of de wereldschool maakt, misschien niet oké? Okay, is het te laat of heeft het niet al een drukke dag gehad? Heeft het al veel momenten van concentratie gehad op de dag zelf? Dat zijn dingen die je in gesprek gaande met een kind je kunt afvragen. En de werkplek waar een kind de lessen maakt, als er heel veel prikkels zijn om een kind heen, kan ik me voorstellen dat een kind ook sneller is afgeleid. Wellicht heb je wat aan deze tips om op die manier in gesprek te gaan. En ik denk ook zeker, pubers kunnen ook heel goed zelf aangeven waardoor het probleem zich voordoet. Ja. Maar dat is ook echt door goed met elkaar in gesprek te staan en open te staan voor de inbreng van je zoon of dochter. Dan denk ik wel zeker dat hij of zij het ook echt kan aangeven wat de reden daarvan is. Angela heeft daarom nog een vraag. Ja. Wat zeg je als een kind vraagt waarom het een bepaald vak moet leren? Ja. Opmerken als we hebben toch niks aan, dat vind ik niet eens interessant. Nee, ik denk dat dat een veel voorkomend iets is als het gaat om de lessen Nederlands. En we gaven het net al volgens mij ook een beetje aan. Hè? Van goh, je woont in Amerika en waarom zou ik dan de Nederlandse taal moeten leren en beheersen? Ik ga ervan uit dat het hier om gaat, maar wellicht ook om andere vakken op school. Ja, het nut en de functie zijn, geven en het waarom geven van lessen is natuurlijk wel belangrijk voor een kind om gemotiveerd te zijn. En als het gaat om de lessen Nederlands van de wereldschool, denk ik in dit geval dat je als ouder heel erg bewust moet zijn dat je een hele goede reden hebt waarom je vindt dat jouw kind zijn Nederlands op peil moet houden, zeg maar. Want als je het gaat opleggen, dan is de commitment natuurlijk automatisch wat minder dan wanneer een kind ervan doordrongen is van oké, ik snap het nu, ik snap de functie ervan nu. Ik denk dat je als ouders daarover in gesprek moet gaan, wellicht met elkaar eerst. Maar goh, waarom willen wij dit nu zo graag dat ons kind de lessen Nederlands volgt? En geef daarna uitleg vanuit de ik-positie wederom. En daarmee voorkom je discussie. Ja, ik denk even als aanvulling inderdaad, want we hebben zowel wereldschool als at school leerlingen of ouders hè, die naar het webinar luisteren. Ja, net zo goed ook voor als je gewoon in Nederland het onderwijs volgt. Probeer ook het gesprek wat jij net zei aan te gaan, maar ook dan naar kleine leerdoelen te kijken. Dus het hoeft ook niet altijd per se gefocust te zijn op een heel groot leerdoel, want dat lijkt dan nog zo ver weg, waardoor het ook sneller weer minder belangrijk kan lijken. Die kleine stapjes die je maakt, die kunnen ook al interessant zijn voor een kind. Maar je moet er wel over praten. Want anders overziet een puber niet waarom hij of zij iets doet. Dus dat gesprek is heel belangrijk. En daar gaan we eventjes een voorbeeld op geven. Want volgens mij komt er nu even geen vraag meer binnen. Nee? Want hoe start je nou eigenlijk een gesprek met je kind? Marjolein en ik gaan even een klein rollenspel doen. Waarin we uiteindelijk willen aangeven hoe wij denken dat je het beste het gesprek met je kind kan gaan voeren.
Nou, we beginnen met een eerste. We willen twee scenario's doen en we beginnen met een eerste scenario. Dan hoort niet. Ja, een fout scenario inderdaad. Of, ja. Ja, wat we niet dat adviseren niet om wat het inderdaad uiteindelijk niet werkt. Even kijken, ik moet iets naar horen, Marjolein. Marjolein, even tussendoor. Ik baal er een beetje van. Want ik kreeg een bericht van je docent dat je nog steeds niets gedaan hebt. En ik ben daar nu wel een beetje klaar mee. Dus ik wil even van je weten, wat ga je eraan doen? Want deze houding de moet wel echt anders. Ja. Ja, wat ga ik eraan doen? Ik heb er gewoon geen zin. Ik snap gewoon niet waarom ik het moet doen. En ik heb er geen zin in. En ik vind het een. Ja, ik vind het gewoon vervelend. Het is zoveel. En soms vind ik het ook moeilijk. En ja, ik vind het gewoon niet handig. Zoveel. Ik moet 3 uur in de week nog Nederlands doen. Naast mijn gewone school en naast mijn sporten. En ik wil ook gewoon lekker met vriendinnen op pad. Maar moet je luisteren, daar kies je zelf ook deels voor. Met je vriendinnen op pad, het sporten. We hadden afgesproken, elke zaterdagochtend om 9 uur zit je klaar aan de keukentafel voor de Nederlandse lessen. En het gebeurt gewoon niet. En nu krijg ik dit berichtje van de docent en daar heb ik last van. Het was jouw afspraak, niet mijn afspraak. Zaterdagochtend is veel te vroeg. Ik vind het helemaal niet fijn, die dag, die tijd. Oké. een foute scenario. Wat we geprobeerd hebben om duidelijk te maken is, vanuit de ouder, ik als ouder laat eigenlijk aan Marjolein weten wat ik vervelend eraan vind, waar ik last van heb nu. Dus ik geef haar eigenlijk een beetje de schuld van de ervaring die ik nu ook bijvoorbeeld heb met de docent. En daarnaast bijvoorbeeld als we kijken naar de afspraak van elke zaterdag om 9 uur aan de keukentafel klaarzitten, dat gebeurt dus niet. Maar dat heeft dus waarschijnlijk mee te maken dat ik die afspraak eigenlijk heb gemaakt en heb gezegd dat ik dat wil hebben, waardoor het niet van ons beiden is. En dus we willen nu graag een scenario zien waarin het in ieder geval beter verloopt. Marjolein, nu we toch even zo aan het ontbijt zitten, eventjes tussendoor. Want het valt me op dat het je de laatste tijd volgens mij niet lukt om met de Nederlandse les aan de slag te gaan. Hoe komt dat? Heb je enig idee waardoor jij je niet toe kan zetten? Nou, ik vind het vooral veel. Ik vind het ook lastig. Maar wat ik vooral vervelend vind is die tijd op zaterdag. Het is 9 uur en ik heb dan vrijdagavond gezellig met vriendinnen zitten chillen en ik wil gewoon natuurlijk toch een beetje relaxen en dan moet ik meteen om 9 uur al achter die computer mijn lessen maken. Mm-hmm. Ik heb nog geen zin, ik vind het gewoon veel. Oké, maar dan dus eigenlijk vind je tijdstip vervelend waarop de afspraken hadden gezet. Ja. Hoe kunnen we daar een oplossing voor verzinnen? Wat vind je zelf dan fijner? In ieder geval andere tijd. Mm-hmm. Maar ik snap ook wel dat het in het weekend moet. Want door de week wil ik eigenlijk ook niet. Want dan heb ik al eigenlijk al school, met wiskundehuiswerk en zo. Misschien kan ik dan gewoon voor het eten of zo, voor het avondeten op zaterdag 1,5 uur. En dan kijken hoe ver ik kom met de taken die ik moet doen. En dan misschien zondag nog een keer afmaken wat ik niet af was. Ja, oké. Dus dan dat we wel de afspraak hebben dat de lessen van die week. Dat we die proberen dat die afkomen. En dat je dat dus op zaterdag probeert voor het eten. En anders zondag en nog even bijpakt. Ja. En hoe kan ik je daar nog bij helpen? Dat het ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Is daar een manier voor dat je fijn vindt? Je mag gewoon wel aangeven hoe laat we gaan eten. Mm-hmm. Als dat anders is met visite, dan wil ik wel gewoon weten hoe laat we gaan eten. Ja. En dan probeer ik het in mijn agenda te schrijven wel. Ga ik het wel proberen. En dan plan je het zo in. Ja. En je gaf ook nog aan dat je het soms lastig vindt. Gewoon de lesstof zelf. Kan ik je daar nog bij helpen? Dat we momenten daarvoor plannen? Of vind je het toch fijn? Niet op zaterdagochtend. Nee, oké. Okay. Ja. Nou, vind je het dan fijn om dat je daar zelf mee komt als je die vraag hebt? Dat je dan dan kom ik wel zelf. Ja. Oké. Heb je dan het idee dat het beter gaat lukken? Ja, we kunnen het in ieder geval proberen, toch? Okay. Zullen we dan afspreken dat we over 4 weken samen weer even kijken of dit voor je werkt? Ja, dat is goed. Ja, helemaal goed. Een tweede rolspel.
nu verloopt het natuurlijk wel vrij makkelijk. En we begrijpen dat het niet bij elke puber zomaar vanzelfsprekend in één keer lukt. Maar wat we een beetje willen aangeven is door als ouder de ik-boodschap te gebruiken. Dat vanuit jezelf te spreken wat jij ziet, wat jij denkt. En niet op te leggen dat dat zo is. Ja. Sta je al veel meer open voor de inbreng van je kind. En zal je, nou ja, in dit geval kwam Marjolein dan ook zelf met, ik vind de tijd vervelend. Dus we maken een afspraak voor een nieuw moment. En daar komt Marjolein dan ook zelf mee, waardoor het waarschijnlijk ook beter zal gaan werken. En daarnaast vraag ik van, wat kan ik dan doen om ook te helpen dat dat daadwerkelijk gaat gebeuren? Heb je daar nog steun bij nodig? Of kan je die autonomie dusdanig eigenlijk zelf aan dat het helemaal zelfstandig lukt? Nou, ik ga er nog wel bij helpen door in ieder geval ook duidelijk te zijn wanneer gaan we eten. Ja. Zodat Marjolein zelf goed kan inplannen wanneer ze ermee aan de slag gaat. Goed, toch? Ja. Goed. Hopelijk geeft jullie dat een beetje input en een eerste stapje om in gesprek te gaan met jullie puber. Want dat is eigenlijk wel het belangrijkste wat we jullie willen meegeven. Wees dus slim en ga in gesprek. Dus steunen, leiding geven, inspireren en dan ook echt toekomen tot dat motiveren. Waarbij we dus ook hebben aangegeven, het is zo belangrijk dat je de eerste drie basisbehoeften probeert daaraan te gaan werken. Dus dat er sprake is van competentie, autonomie en relatie. Dat die basis, als die al goed zit, en dan nog mooi de feedback erbij vanuit de groeimindset denken. En zodoende in gesprek met je kind hopen we dat jullie veel motiverende pubers krijgen en dat dit in ieder geval een eerste opzetje is daartoe. We willen jullie nu graag ruimte geven om nog vragen te stellen als die er nog zijn. Die kunnen jullie nog in de chatbox plaatsen. Dan wachten we eventjes rustig af of die nog binnenkomen. Ik heb hier inderdaad een vraag van Angelique. Ja? Zij vraagt, hoe houd ik de regelmaat vast? De regelmaat van het maken van het huiswerk voor de... Dat moet ik dan wel inderdaad. Ja, ik denk dat dat weer neerkomt op overleg met elkaar. Eigenlijk wat we net in het rollenspel ook voor hebben gedaan. Overleg met elkaar, bepalen structuur. Het liefst een vaste tijd is natuurlijk wel fijn en prettig. Ja, want dan weet in ieder waar die aan toe is. En dan kun je ook terugvallen op die afspraken. Hè? Als het allemaal los is, dan is er ook geen afspraak. En dan kun je ook niet een kind beroepen op zijn verantwoordelijkheid. En het kweken van die eigen verantwoordelijkheid is natuurlijk ook wel enorm belangrijk. Dus ja, hou je structuur, maar weer met in gesprek gaan en ruimte bieden aan een kind. Wanneer is nou voor jou een geschikt moment? Ja. Ja, denk ik. Goed. Nog eentje van Irma zie ik. Ja. Ik vermoed dat dat wel de laatste is. Moeten we een zoon, 14 jaar, 3 VWO, aan de keukentafel onder toezicht huiswerk laten maken of vertrouwen dat hij ook boven daadwerkelijk gaat aan de slag gaat? Nou, als we uitgaan van dat CAR, hè, dat competentie, autonomie en relatie, dan wil je bij de relatie juist dat er vertrouwen, een vertrouwensband is natuurlijk om te beginnen. Ja. Dus ik denk dat je dat als uitgangspunt moet nemen. Dus moet het aan de keukentafel zitten? Nou, ik zou eerst toch echt even in gesprek gaan en kijken of een kind op die leeftijd deels losgelaten kan worden en zelfstandig met de taken aan de slag kan. Want een kind mag dat ook leren. En als je er al bovenop zit, dan krijgt een kind niet die ruimte om dat te leren. Je kunt wel met een kind ook daar weer afspraken over maken. Hoe controleren we en hoe gaan we daarmee om als het gaat om het controleren van je huiswerk? Kind komt echt wel vaker met ideeën aangezet dan een ouder denkt. Ja. Nou, ik denk in dat voorbeeldje van het rollenspel gingen we in op tijd. Bijvoorbeeld, ja. Wanneer ga je het doen? Ja. Maar dat is net zo goed de werkplek. Vraag inderdaad aan je zoon of dochter van wat vind jij een fijne plek om te werken? Is dat inderdaad boven? Ja. Dat is prima. Maar als je dan inderdaad die afspraak hebt gemaakt van dit en dit gebeurt er vandaag. Of van de week moet dit en dit af. En het gebeurt dan boven niet. Dan kan je inderdaad zeggen, dan gaan we nu toch terug naar de keukentafel. Maar ja. Wat Marjolein inderdaad heel mooi zegt, vind ik ook, het uitgangspunt moet wel zijn dat je vertrouwen hebt in je kind, dat het ook daadwerkelijk gebeurt. Ondanks dat dat bij pubers soms wel eens lastig is, want die grenzen worden gewoon
ja, opgezocht. Ja. Maar als je dan als ouder daar wel duidelijk afspraken over hebt gemaakt en ja, die niet nagekomen worden, dan heb je ook wel recht als ouder om dan die grens aan te geven en te zeggen, ja, dit was niet zoals we van tevoren besproken hadden. En het stukje ook bespreken, wat doen we als het niet lukt? Ook daar heeft een kind vaak heus wel ideeën over. Ja, inderdaad. Dus dat zit er ook in. Ja. Nou, ik zie verder geen vragen meer binnenkomen. Okay. Dus ik wil jullie heel erg bedanken voor jullie aandacht en voor jullie input. Nou, we hopen in ieder geval dat, wat ik net zei, dit het eerste opstapje is om mee aan de slag te gaan. Mochten er toch nog na afloop vragen bij u opkomen, dan kunt u altijd een mailtje sturen naar info@wereldschool.nl of naar iris.bonhoff@wereldschool.nl. Dan komt de vraag eventueel ook bij mijn collega Marjolein terecht. Dus dat gaat dan heel goed komen en dan beantwoorden we die graag. Na afloop van dit webinar, waarschijnlijk morgen, zullen we ook de handout sturen van de PowerPoint, zodat u die nog terug kunt lezen. En er komt ook een opname op YouTube te staan en daar ontvangt u morgen nog een mailtje over. Dus heel erg bedankt waar u zich ook in de wereld bevindt. Voor ons is het in ieder geval avond, dus we wensen u toch een hele fijne avond of dan een hele fijne dag. Tot ziens!